De Anton de Kom Universiteit van Suriname kan niet van de ene op de andere dag beslissen om wederom avondopleidingen te introduceren. Dat zegt professor Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, naar aanleiding van de handtekeningactie van de jongerenorganisatie iSpeak. De jongerenorganisatie vindt dat er weer avondopleidingen moeten komen, zodat werkenden verder kunnen studeren. Hoewel de universiteit veel ervaring heeft met avondopleidingen, moet eerst gekeken worden naar wat het rendement zal zijn, zegt professor Menke. De universiteit bestaat per 1 november 50 jaar. En ik weet niet of je het weet, het is in 1968 opgericht en de eerste faculteiten waren de medische en de juridische. En de juridische faculteit was al heel vroeg voor een groot deel een avondopleiding. Het is ook voortgekomen uit de oude rechtsschool voor de universiteit er was. Het was ook geen dagopleiding. Dus er is hier genoeg ervaring met middag- en avondopleidingen. Het enige punt wat speelt is natuurlijk, je moet kijken van wat eigenlijk genoeg rendement heeft en of er genoeg aanbod is. Dus je kan niet van het een op het andere moment zeggen van je gaat beginnen met avondopleidingen op alle faculteiten, alle studierichtingen. Je zou dus moeten bekijken per studierichting. En kijken of er inderdaad genoeg belangstelling is, maar ook of het rendement, weet je, dus wat je eruit haalt na 3, 4 of 5 jaren, of het rendement voldoende is om die investering te doen. Dus ik denk dat het zeker onze aandacht heeft, maar je kan dus niet 1, 2, 3 zeggen van nou, je begint morgen met een avondopleiding, want bij de rechten is het er al geweest. Professor Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, over de vraag naar avondopleidingen op het wetenschappelijk instituut.